Blättler. De weg is lang. Maar er staat weinig rood. Koeman. Blättler de doorgang. Ruimte op links voor Nielsen die mee opkomt. Voor Kieft, Gilhuis. En een fout van Sanchez Torres. Kieft, Lerby, daar komt die opening. Voorlangs. Koeman. En weer balbezit voor PSV. Heinze. Van Haarle. En weer een hoekschop. Lerby's hoekschop in de 18e minuut nu. Nielsen. Ja. Hij komt daarachter twee man vandaan. En die bal is natuurlijk uitstekend neergelegd. Nedenburg blijft achterin. Maar de Lente zit voorin bij de eerste paal. 1-0 PSV. Torensen. Vrije trap dus. Niels is weer voor. Maar Kieft en Gilhuis zijn ook al sterke wapens in de lucht. Dat doorkoppen door Nielsen, die extra kracht is ineens in de lucht. En die hoekschop daarnet bleek hoe moeilijk die Nielsen te bespelen was. Want de aandacht gaat uit naar mensen zoals deze Kieft. En dan komt Nielsen er nog eens bij. De mensen achterin bij PSV zijn nu deze Heinze, die dus ook naar voren gaat. En Vanenburg. Heinze. Lerby. Koeman. Van Haarle. Torensen. Nedenburg. Hij moeite met die trappen over de grond. Hans weer op de been. Hoekschop komt. Lerby. Torens opnieuw. Boerenbach verwachtte hem buitenom. Heinze. Kieft. Net binnengebleven bij Heinze. Koeman, Van Aarde. Vanenburg. Goed omhoog gedaan. Maar waarom? En Hansens duw op Kieft. Is dat geen strafschopwaard? Torense gaf de kans weg aan Kieft. En Kieft kreeg een sweeper van Hansen. Maar de bal gaat naar de hoekvlag. Hoekschop. Koeman, Gilhuis. Boerenbach. Goeie ballen, niet buitenspel. Manuel Sanchez Torres. Dat is goed. Maar hij valt niet en krijgt geen strafschop. En dan het afmaken. Dat is het volgende. Ah, in eigen goal. Barry van Aarle. Ik wilde zeggen dat het afmaken nog een probleem zou worden. Maar Van Aarle gaf het beslissende setje. Zevende minuut 1-1. Misschien is het verschil met de eerste helft dat Wildschut wat verder uitkomt. Om een opkomende man van achteruit, of dat nou Lerby is of Nielsen, tegen te houden. Daardoor leidt PSV iets eerder balverlies, althans in de beginfase van die tweede helft. Nu is de opbouw dus geregeld en komt het vervolg. Torensen.
Terugleggen, dat zou hij willen. Vrije trap van Koeman. Dorissen. Boerenbach hield te lang die bal vast. Gilhuis. Niemand. Nu wel. Van Aarle. Ja, die heeft iets slechts gezeten vandaag. Nielsen. Koeman. Heinze. Torense. Voordeel uiteraard. En de weg wordt leekvrij te komen. Koeman! Ja, weer tegen Smeets op. Die staat wat in de weg trouwens. Vanenburg. Dat je eruit kunt komen. En dan Nederburg. Lettler. Goede beweging. Want Lerby glijdt uit en is hij kwijt. Boerenbach. Sanchez Torres. Lerby is terug, ja. Sanchez Torres is net opgelapt. En merkt nu dat Lerby hem verkeerd vastpakt. Hansen is wit heet. En dat leek er veel op. Alsof Lerby niet zozeer op zoek was naar de oren. Hij krijgt geel. Maar dat hij hem aan het haar optrok. Koeman. Valenburg. PSV speelt in de 39e minuut met Fiscaal in de punt naast Kieft. Gilhuis is eruit gehaald. Kieft. Zo lang mogelijk wachtte Boerenbach met trappen. Maar toen trapte hij toch naar een PSV'er. Heinze. Kieft. Die in de punt van de aanval veel meer gevaar heeft teweeggebracht dan Fiscaal. Koeman. Vasthouden. Strafschop. Of dacht Koeman, dit is een ideale plaats om te vallen. De gemoederen lopen hoog op. Koeman is eigenlijk de man naar wie het meeste moet worden gekeken in deze situatie. PSV leidt weer.